gaan even naar een vriend van de show toe. Ja, absoluut. Ik vind het echt leuk om dat te kunnen zeggen eigenlijk ook. Als vriend van de show. Ik hoop dat je het zelf zo ook ervaart. Tom Egbers, goedemiddag. Ja, hallo Wilfred, hallo. Goedemiddag. Ik denk, ik vind Tom de beste verteller. Nou, echt van heel veel. Samen met Mart Smeets. Vind ik echt. Komt er weer zo'n programma in Engeland, Tom? Daar kan ik in dit stadium geen mededeling over doen, maar de opnames zijn gewoon net. Wat zijn de opnames? Maar we hebben. Nee, ja, we hebben wel wat opgenomen, ja. Ah, wel wat leuk. Opgenomen. Ja. Leuk. Ja. Maar we weten nog niet precies wanneer het wordt uitgezonden. Dat is dan weer wat minder. Maar alles komt in orde. Alles komt in orde. Ah, je kent de opbouw van het programma, hè? Rick en Niels zijn heel positief en dan kom ik er keihard overheen. Dat begrijp je natuurlijk wel, Tom. Nee. Ja, kom er maar overheen, Wilfred. Ja. Kom er maar in. Nee, maar zonder gekheid, hoe is het om een programma dat Veronica en Seid heet, om daar even in te verschijnen? Hoe voelt dat? Nou, ik zou het vooral niet over hebben, want ik ken die jongens van jouw redactie. Dat zijn hele goede gasten. Ja, hè? En die bellen mij altijd op en dan zeg ik, kunnen we even? Ja, natuurlijk. En ik krijg de gelegenheid om te vertellen dat wij vanavond, dat doe ik dus ook nu. Ja. Hè, dat wij vanavond die website uitzenden. Ja, en dan heb jij nog een paar vragen die ga ik beantwoorden. Is toch prima? Nou ja, hoe is het daar op dit moment? Want jij bent ter plekke, dus jij kan ons alles vertellen op dit moment. Het is kletsnat, man. Het is alsof er een moesel is opengebarsten. Dat is niet goed gezegd, geloof ik. Maar het is inderdaad natter dan nat. Het is, en het blijft ook nat. Het zal de hele avond ook blijven regenen hier. Okay. En ik zie nu, ik ben net in het stadion aangekomen. Er staan mannen met spitten in het gras. Maar die grasmat is trouwens Wembley waardig. Die is echt helemaal fantastisch. Het is uitverkocht hier vanavond. Dus er kunnen een kleine 30.000 mensen in het stadion. De helft daarvan is bezet door Engelsen. Dat wil zeggen mensen met de Engelse nationaliteit. Die hebben gisteren voor een beetje problemen gezocht. Dat was een klein deel daarvan in Porto. En er zijn 4.500 Nederlanders. Dus het zijn echt wat je noemt Noord-Engelse klimatologische omstandigheden. Het is ook koud. Maar ja, dan krijg je ook zo'n soort wedstrijd, denk ik, hè? Erin kleunen met z'n allen, toch, vanavond? Nou ja, dat zou heel goed kunnen. Ik bedoel, het is een perfect veld voor geweldige slidings. Dat echte oude Engelse slidings. Die ga je zien vanavond. Ik hoop echt dat het een lekkere, spectaculaire wedstrijd wordt. Ja, wat vond je er gisteravond van, Tom? Was je erbij? Ben je nog wezen kijken daar? Of heb je gewoon op de hotelkamer gezeten? Die wedstrijd was... Nee, dat was ik niet. Ik was bij het Nederlands Elftal dat hier trainde. Dus ik kon niet op tijd bij die wedstrijd zijn. Ik heb hem wel gezien, ja... iedereen is er nu toch wel van overtuigd. Zelfs de mensen die Ronaldo niet... die hem niet zien zitten. Want er valt natuurlijk veel van alles om hem aan te merken. Maar als je dit dan toch weer doet... Ja, dat is niet te beschrijven. Zo goed en geweldig is dat. Ja. Hij deed verder niet eens zoveel goed. Maar het is toch geweldig. Hij deed verder niet eens zoveel heel goed in die wedstrijd. Maar wat hij goed moest doen, dat deed hij goed. Maar hij staat er op het moment dat hij moet staan. En volgens mij is hij al 36 of is hij nog 35? Maar hij ziet eruit alsof hij fysiek... Ik las ergens dat hij 33 was. Maar dat meisje dat hem heeft aangeklaagd 34 was. Maar het kan ook zijn dat hij al 34 is. Maar hij is niet... In ieder geval, ik weet zeker dat er nog zeker minimaal 5 jaar van deze man kunnen genieten op het hoogste niveau. Want die leeft als een monnik. En hij leeft in kamers met aparte zuurstof. Ja. En na een wedstrijd gaat hij 2 uur in ijswater zitten. Oeh. Ja, ik bedoel, in ijswater. Nee, maar het gaat er ook om als je iets beleeft wat je leuk vindt, dan kun je het echt heel lang volhouden. Ik schrok ervan, Tom. Ik zag dat je al 62 was, maar dat zie je ook bij jou absoluut niet. Nee je ziet er echt niet. Nee, maar dat is een vergissing, Wilfred. Dat ben ik ook niet. Sorry. Ik ben een goede gang hoor. Nee, dat heb ik slecht zitten rekenen. Ja, klopt. Oh, 61. Ja, ja. Je wordt 62. Dat is het inderdaad, ja. Je wordt 62. Maar... Ik hoop 62 te worden. En nog wel ouder ook. Ja, je weet het nooit, hè. Lekker positief, Tom. Nee, maar Tom heeft wel dat eeuwige jeugd erover. Ja, altijd. Jij hebt altijd dat jongensachtige nog over je. Dat is wel heel mooi te zien. Als dat al zo is, dan is dat op zichzelf helemaal geen verdienste. Maar ik blijf altijd over alles natuurlijk toch... Ik weet het nooit altijd zeker, weet je wel. Ik weet nooit dingen helemaal zeker. Kan het niet beter? Moet het niet beter? En ik vind vooral dingen leuk. Ik heb geen zin om dingen af te zeiken en door te zagen. Zoals heb ik helemaal geen zin in. Want... Die staat eraan te komen. Dat vind ik dan weer niet leuk. Ik vind het gewoon wel leuk om van dingen te genieten. Ja, dat klinkt ontzettend day en soft en zo. Nou, prima, het zal wel. Zo ben ik. Ja. En die twijfel is, volgens mij is de twijfel de bron van alle kennis, zei Ron Jans ooit eens tegen mij. Dat is toch ook zo, dat je altijd een beetje twijfelt van, doe ik het goed, ben ik bezig? Wie ben ik om Ron Jans tegen te spreken? Maar je moet ook wel dingen gewoon doen, maar een beetje twijfel is nooit weg. Hè. Je moet altijd twijfelen,
heb ik dat wel goed gedaan. Niet zomaar iets roepen, nee. Maar check, recheck, double check. Altijd. Hè. Maar gaan we die Engels al horen? Ja, daar bellen we eigenlijk voor. Dat is de vraag. Nou, ik hoop het. Ik hoor twijfel. Hoop dat het, ja, nou ja, je weet. Ja. Ja. Funny old game. Mijn Britse familie zal het niet erg vinden als Engeland zou winnen. Maar ik ben een Nederlander en ik wil echt het meest. Ja, zou ik hartstikke leuk vinden. En ik denk ook wel dat het kan. Maar ik zag ze gisteren die Engelse spelers hier in het stadion ook binnenkomen lopen. En dat is alleen nog maar de manier waarop ze het stadion inkomen. Jezus jongens, dat is ook geen halfwerk hoor. Dat zijn klerenkasten. En dat zijn jongens die kunnen je verwonden met hun ogen, hè. En ze zijn sterk. Ja. En die spelers van Tottenham, die willen nu natuurlijk, want die hebben helemaal niks gewonnen. Kijk, de spelers in het Engelse team van Liverpool, die hebben wat gewonnen. Van City, die hebben wat gewonnen. Maar die van Tottenham winnen eigenlijk nooit wat. En dit is hun kans om een keer te winnen. Engeland heeft maar één keer op het allermooiste WK ooit, in 1966, hebben ze de hoofdprijs gewonnen. Ja, die bal zat er niet eens in. Hè? Moet je nagaan. Nee, die bal zat er wel in. Ja, weet je zeker? Ja, die zat erin. Ja, En zo niet dan toch. Never ruin a good story with facts. Ja. Dus die willen prijzen pakken, zeg jij, en die zijn gretig. Ja, die willen echt, want dat vinden ze echt belangrijk. En het voetbal is niet meer home geweest sinds 1966. Oeh. Nog steeds niet. Nee, maar dat is echt zo. En ze willen een prijs pakken. Ze willen een prijs, en dit is dan misschien wel niet de kapitale giga king-size prijs, nee. De Nations League. Ze heeft niet dezelfde allure en de status nog als het EK of het WK, maar het is wel een hoofdprijs. En die willen ze pakken. En ze hebben een generatie hele goede spelers. Nou, kijk. Hoe laat is welke zender? Het is natuurlijk op de zender van de publieke omroep 1. En we beginnen om 2 minuten voor 8 eventjes met de portfolio-beschouwing. Dan gaan we om 8:30 door en de kick-off is 8:15. En dan met de Rafael en Pierre. Rafael en Pierre zijn top bezetting, hè? Ja. Daar heb je altijd lol mee. Ja, tuurlijk man. Ja. Lachen man. Ja. Lachen man. Nee, maar dat belooft een prachtige avond. Ja, schitterende voetbalavond. Kijk, niks mis mee. Tom is helemaal los. Tom, wat doe je maandag? Dan kun je er gewoon bij komen zitten. Ja, okay. Bij ons. Leuk man. Ja. Okay. Ja, leuk man. Lekker man. Oké. Bedankt Tom. Fijne avond. Oké, jongens. Veel plezier. Ja, goedjes, hè. Dankjewel. Bye bye. Hoi.